Beste mensen, allemaal hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en we beloven u dat het ook weer een hele bijzondere avond wordt in de trits van avonden of bijeenkomsten die er geweest zijn rond Dada Dendert Door. En vanavond de soirée intime, waarbij het Maison d'Artiste, wat nooit gebouwd is, maar misschien wel gebouwd zou moeten worden, centraal staat in op deze avond. Ik ben Jan Boelhouwer, ik mag het vanavond een beetje in goede banen leiden. Het is vandaag een bijzondere dag, 15 november 2023, echt op de dag af, de laatste dag dat 100 jaar geleden in Parijs de tentoonstelling was waar het Maison d'Artiste werd vertoond. We gaan terug in de tijd naar 1923 en we beginnen daarmee met een gesprek met twee architecten die allebei hun sporen verdiend hebben, ook in Tilburg. De eerste is degene die al heel lang bezig is met architectuur in de trant van Dada, zal ik maar zeggen. En dat is Mick Eekhout. Hij is zelfs degene geweest die van het Maison d'Artiste, waar u daar een hele kleine maquette van ziet staan, een hele grote maquette heeft gemaakt. Weer een schaalwoning, 1 op 5, die een hele tijd gestaan heeft. Staat nu in Bolsward en gaat hij daarna naar Rotterdam. En hij is bekend, ook in dit gebouw, want ik weet niet voor zover u hier wel eens helemaal heeft rondgedold, maar dan stuit u op de glazen zaal. De glazen zaal is oorspronkelijk afkomstig uit de beurs van Berlage. Daar wilden ze hem kwijt. Het moest allemaal moderner en beter. En Tilburg heeft hem toen kunnen kopen voor 1 euro. Onder voorwaarde dat hij hier dus helemaal opnieuw gemonteerd zou worden. En dat is de verantwoordelijkheid geweest van Paul Eekhout, want die heeft het gemaakt. En vervolgens is het zo dat we daarna, Mick Eekhout, en daarna zullen we een optreden krijgen. Eerst een korte toelichting op het standpunt wat hij vindt dat er met het Maison d'Artiste moet gebeuren. Want daar gaan de heren het vanavond over hebben. In de zin van, de ene is meer van de mythe en de andere meer van de werkelijkheid. En dat is de in Tilburg ook wel zeer bekende architect John Kurmeling. Kunstenaar, bekend van het Draaiend Huis en van de Hef in de Piershaven. Een mooie brug die daar staat. En zij gaan straks met elkaar in debat, maar ze mogen eerst een hele korte inleiding geven op wat er zoal te vertellen valt op het gebied van het Maison d'Artiste. En ik geef eerst het woord aan Mick Eekhout. Gaat u gang. Een knippertje. Zo, dankjewel. Dankjewel, Jan. Goedenavond, dames en heren. Het is een voorrecht om hier te zijn, want het is inderdaad fantastisch dat onze glazen zaal, die 24 jaar lang in Amsterdam heeft gestaan, nu voortreffelijk hetzelfde functie heeft. Hij is weer helemaal identiek met dezelfde akoestiek opgebouwd hier in dit prachtige culturele sociale centrum. Maar we gaan daar niet over hebben, het Maison d'Artiste. Ik heb nu een tentoonstellingsroute gemaakt van 8 landingen. Gebaseerd op verschillende tentoonstellingen in 8 steden. Dit is de 7e. Rotterdam in het nieuwe instituut is de 8e, over een maand ongeveer. En ik heb het vorig jaar bestudeerd de manier waarop dit model in 1923 is gemaakt. Ik heb het vorig jaar besteed aan het werk wat mijn studenten 20 jaar geleden hebben gemaakt. Die hebben vanaf foto's, dus dat model was van karton, in 1923, dat ging helaas na een jaar alweer verloren, omdat het in de kelder van een fotograaf onder waterschade stond. Dus er waren wel foto's. Die foto's waren platte foto's natuurlijk. Mijn studenten hebben daar een reconstructie van gemaakt naar het originele model. Dus de geometrie die u hier ziet staan is het origineel. Nou, ik denk maar
99% accuraat. Daar hebben ze 3 maanden over gedaan. En daarna is er nog een apart een groep geweest die heeft vanaf die zwart-wit kleuren, zwart-wit foto's ook de kleurenreconstructie gemaakt. Dus de ene groep eindigde met de geometrie en de andere met deze kleuren. Ik zal hem eventjes op dezelfde manier omdraaien. Zo. En de grootste, de belangrijkste ervaring die ze hadden, of conclusie die ze hadden was: als architect denk je dat traphuis, dat is erg afwijkend. Dus dat moet je een beetje wegkleuren, dat moet je zwart maken. Maar het was rood. Dat kan alleen maar één man gemaakt hebben, Theo van Doesburg. Die was overal tegen, die wilde overal opvallen. Dus dat was, en hij was er nog trots op ook, heeft hij ergens geschreven in zijn brieven aan Kok. Dus dit was het model. Het model was in ieder geval maatgevend of inspirerend voor die tijd, omdat alle gebouwen nog van baksteen waren. En als je dan een abstract ding maakt, zij dachten natuurlijk aan beton. Dat was mooi abstract, dat was ook nog lekker goedkoop. Maar vooral met die kleuren erbij, dacht Van Doesburg, de schilder, en die werkte samen met Cor van Eesteren, de architect. Hij was toen een jonge architect van 26 jaar, is later de beroemde stedenbouwer geweest die Amsterdam-West heeft gepland of ontworpen. Die twee dachten, wij gaan zeg maar een bom gooien in de architectuur. We willen opvallen. En meteen naar Parijs, want Parijs was in die tijd de culturele hoofdstad van Europa. Dat was het idee. Die kleuren waren natuurlijk, jullie weten allemaal, het Centre Pompidou in Parijs. Gebouwd door Piano. Ik heb ook een tijdje bij Piano mogen werken. Ik heb hem eens een keer gevraagd. Hoe komt het nou dat Piano, dat Centre Pompidou zoveel kleuren heeft? Ja, we had to change fashion in architecture. Toen dacht ik, oh, dat heeft die Van Doesburg natuurlijk ook. Die wilde gewoon met een grote explosie van kleuren opvallen. Dat heeft hij ook gedaan. Overigens, dit is een klein model, maar dit is nog een kleiner model. Snoesje. 1 op 200, dit is 1 op 50 en we hebben ze ook nog 1 op 100 gemaakt. En we hebben die modelletjes gemaakt, je kunt ze tegenwoordig 3D printen. Als je goed een geometrie maakt, kun je ze 3D printen. En dan kun je precies zien wat je nog moet verbeteren. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik dacht, ja, dit is een droom uit 1923, 100 jaar lang een droom geweest. De eigenaars, de EFL-stichting, de Van Eesteren-stichting, wilden niet dat het gebouwd werd. Die wilden de mythe handhaven, want die foto's zijn over de hele wereld verspreid. Heel erg bekend. En waarom is het nou het meest bekend? Omdat je ziet allemaal horizontale luifels. Je ziet dat die onderkanten uitkragen. Je ziet zelfs, dit is denk ik het mooiste stuk. Dit is de gele voorkant, is de pianokamer. Die kraagt 9 meter uit. En dat is natuurlijk helemaal, in die tijd was dat een fenomeen. Hij wist ook niet hoe hij dat moest doen, Van Doesburg. Hij heeft ontzettend zitten prutsen aan zijn foto's. Maar wij weten dat als we dat met nieuwe technieken doen, dan lukt dat ook nog. Dus hij is, in mijn opinie, bouwbaar. Dus na 100 jaar is hij voor mij bouwbaar. Vervolgens is de vraag, wat doen we ermee? Blijven we genieten van de mythe, of gaan we de mythe ook echt een keer bouwen? Dat is niet aan mij, dat is aan een opdrachtgever die geld heeft en een plek heeft en een functie heeft en ook nog bereid is om de eerste 20 of 30 jaar die exploitatie te doen. Want waar gebruik je hem dan voor? Gebruik je hem als maison, als huis? Het huis is natuurlijk het is 20 meter hoog. Ik weet niet hoe hoog het hier is, maar het is ongeveer de hoogte die hier staat. Maar moet het nou gebouwd worden of niet? Het hoeft niet gebouwd te worden, want ik geniet van het feit dat je die modellen hebt. Ja, ik vergeet natuurlijk helemaal de dia's. Ja, dat is dan je eigen fout. Hè? Maar het verhaal is net zo goed belangrijk. Nou ja, die dia's, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wat ik wil is zeggen dat je, ook al heb je een droom, dat zeg ik tegen mijn studenten ook in Delft, ook al heb je een droom, probeer die uit te werken, maar zorg er ook voor dat die tot het eind toe bouwbaar is. Zorg dat je niet een onbouwbare droom maakt. En als ontwerpers zeggen wij, onmogelijke dromen, je moet iets, als je iets gaat bouwen, moet je het wenselijk hebben, je moet het willen. Het moet mogelijk zijn. Maar het moet ook onwaarschijnlijk zijn, want als het waarschijnlijk is,
Dat was te lang gebouwd. Dus dat is de uitdaging voor een architect. En dit is een zeer onwaarschijnlijk gebouw. Maar ik denk dat het heel goed mogelijk is om het te bouwen. Maar goed, het moet wel gewenst zijn. En wat je dan ziet is de achtergrond daarachter is dat die buitenkant is zo gepubliceerd dat als je iets gaat bouwen, dan moet de buitenkant eigenlijk exact zijn zoals die vroeger was. Dan zie je dat het gebouw zit vol met luifels. 8 luifels heeft hij. Dat was in de tijd voordat je zonwerend glas had, 100 jaar geleden. Dus iedere architect zal zeggen, nou, we gaan hem een beetje veranderen, we gaan hem aanpassen. Er zit geen lift in, er moet ook nog een lift in. Als het een museum zou zijn voor de stijl bijvoorbeeld, dan moeten er misschien wel 2 liften in. En dan ga je het gebouw anders maken en dan is het niet meer het origineel. En is dat erg? Ik vind het is een ethische vraag natuurlijk. Ja, beantwoord. Dus de hele wereld zegt dan tegen jou als architect, is dat je hebt het fout gedaan. En ja. Wat dan? Nou, misschien dat zo'n kummeling daar iets over kan zeggen, want die kan alles bouwen, begrijp ik. Zelfs ronddraaiende huizen in Tilburg. Ja, dankjewel. Mag ik hem nu het woord geven? Ja, graag. Ja, zeker. John, ja, dankjewel. Ik weet niet of ik hem gebruikt, maar... Nee. Het feit dat ik hier sta is omdat ik Maison d'Artiste al gerealiseerd heb op de Happy Street. Niet op ware grootte, maar op een gedeelte van de grootte. En daar kwamen ze pas later achter dat op de Happy Street al Maison d'Artiste te zien was. Wel in een vereenvoudigde vorm. Ik heb me aangepast aan de situatie. En het feit dat ik op de Happy Street Maison d'Artiste wilde hebben, is omdat het een puur experiment is in architectuur. Misschien moet je even zeggen wat de Happy Street is. Wat heb je achter je, wat breng je achter je in beeld? Dat is... Misschien weet iedereen wat de Happy Street is. Oh, de Happy Street. De Happy Street is het Nederlands paviljoen in Shanghai. Het Nederlands paviljoen op de Wereld Expo in Shanghai. De vraag was daar om een paviljoen te maken met het thema Better City, Better Life. En ik dacht, ja, dat is precies een kolfje naar mijn hand. Ik heb toen een straat gemaakt in een landschap met allerlei gebouwen eraan, met allerlei functies. Want ik denk dat een stad waar alle functies gemengd zijn en optimaal bereikbaar, dat het een optimale vorm van leven oplevert. En in al die gebouwen had dan ieder gebouw zijn eigen tentoonstelling. Van alle nieuwe vondsten en oudere dingen, oude uitvindingen en nieuwe dingen op het gebied van de beeldende kunst. Van alles was daar te zien. Dus ook ASML met zijn machine. Philips met de nieuwe high-tech ontwerpen. Design, kunst, een bushalte van Gumba, de zwevende steen van Schippers, het Nijntje was er te zien. Van alles was daar aanwezig. We hadden de meeste bezoekers, het was een open paviljoen. En ik wou de mooiste architectuur laten zien van Nederland. En dit, Maison d'Artiste, is echt een experiment. Het is een bouwkundig experiment, omdat voor de eerste keer een ruimte wordt gemaakt door middel van volumes met een eigen vorm en een eigen functie. Niet ten opzichte van een trappenhuis en een gerangschikt tot één vorm die er zo uitzag, omdat het een optelling was van die rangschikking. Dus het is niet van tevoren, zoals tot nu toe bedacht werd, een gebouw moet er zo uitzien, die ga ik na de tijd indelen. Dat die buitenkant al bekend was, maar het was echt een resultaat van een idee van het een ruimte maken als gevolg van een optelling van verschillende volumes ten opzichte van elkaar. En daarvoor was ook nog het Rietveld-Schreuderhuis, waar dus de ruimte het resultaat zou zijn van verschillende vlakken ten opzichte van elkaar. En dit was echt met de volumes ten opzichte van elkaar. Dus het is echt een experiment en echt nieuw. En daarom moest het daar zijn. En ik heb er in die verdiept in de verder. En de meest ontbrekende tekening, of de tekening die echt ontbrak, wat er nu over bekend is, zijn 4 perfecte plattegronden die met elkaar heel goed overeenstemmen op verschillende hoogtes, niveaus getekend. En er is een maquette gebouwd. En wat nu
zo in de boeken beschreven staat, is dat die maquette een soort toevalligheid was van wat, ze, wat die twee bij elkaar zo zaten, een beetje zaten rommelen en dat het dat die ruimtes oplevert, een beetje dadda-achtige iets. Maar het is, achteraf blijkt dat het heel secuur en heel precies bedacht is en ontworpen. Het is niet zomaar iets, het is echt er zit een totaal systeem in. Ze zeggen ook, er zit amper een systeem in, maar er zit wel een heel maatsysteem in. Hier is, en er wordt ook gezegd, wat ik net hoor van Mick, ze konden het destijds niet bouwen, maar het was piece of cake om het te bouwen. Ja, niet helemaal, maar het is gewoon, je kunt het zien als een staalconstructie. Aan één kant zijn de ruimtes ten opzichte van elkaar gestapeld. En ze kragen over. Aan de andere kant kragen ze over en hangen er weer aan. Dus je kunt het vergelijken met een soort hijskraan. Dus het is een optelling van ruimtes die gestapeld zijn ten opzichte van elkaar. En een overstek maken en de andere die er aan hangt. En het is gewoon in een evenwicht. En er staat ook beschreven dat het gebouwd is uit staal en glas. En natuurlijk zit er ook beton in. Waarschijnlijk het fundament, dat beton is. En dan verder met staal en glas. Dus het is, in die tijd was het ook te doen. En voorbeelden in die tijd, uit 1918, was al een ontwerp van Tongelo. Die ook een ruimte maakt met verschillende volumes ten opzichte van elkaar. Die dan zo'n vorm opleveren. Ook al met een uitkraging. En een paar jaar eerder, dus 20 jaar eerder, was al dit gerealiseerd met veel minder staal. Werd er een hoge toren gebouwd. Dus een constructie van Sushov. En Sushov zei, dat was een Russische constructeur. Die zei, die vond die Eiffeltoren, dat vond hij eigenlijk een vroeg Romaans ding. Een soort massief iets met een uitholling. En hij kon met minder staal 100 meter hoog bouwen. In diezelfde tijd. In dezelfde tijd dat Van Gogh trouwens naar Arles liep om zonnebloemen te schilderen. Dat gebeurde allemaal op hetzelfde moment. En in Woepertaal was een zweefbaan gerealiseerd. Een constructie, een portaalconstructie over een rivier geconstrueerd. Met een rails erbovenin waar treinen aan hingen. Dus in 1895 was hij klaar. En dat is al nog 25 jaar voor de Maison d'Artiste. Dit was er gewoon te zien. En het functioneert nog steeds. Hè. Hij gaat ook de stad in en de stad maakt hij een rondje en dan gaat hij weer terug. En dezelfde tijd was Malevich, die een hele idee had over ruimte. Je zag een oneindige ruimte met volumes daar doorheen zweven die geen bovenkant hadden, geen onderkant. Er was geen links en er was geen rechts. Het was een oneindige ruimte. Ongelooflijk veel dimensies. En het was ook in die tijd dat Einstein met zijn relativiteitstheorie om de hoek kwam. Boeken van Charles Howard Hinton had ik gelezen in die andere boeken. Dat die daar zeer geïnteresseerd in waren over dit soort fantasieën over de vierde dimensie. En dat moet dan geconstrueerd worden. En die stelden dan een ruimte voor. Dat die vlak of die volumes door die ruimte zweven, die dan door denkbeeldige vlakken zouden gaan en welke vorm ze dan achter zouden laten op die vlakken. En dat werd dan vastgelegd in de tekening, dat die beweging, die vaart die erin zat, dat die vastgelegd werd in dit soort dingen. Ook van Tongelo, 1918. Die dan een vorm maakt om een bol. En die een willekeurige vorm vanuit een kleine bol, die dan in zijn geheel weer in een denkbeeldige bol paste. Of studies in evenwicht. De hele dunne constructies op de scholen bij de constructivisten en ook in Weimar. Werden gewoon die studies gedaan om die constructies zo helemaal het optimale uit het hele nieuwe te halen. Hier een tekening van alle plattegronden door elkaar, over elkaar heen. En dan kun je zien dat er toch een systeem in zit van vierkanten. Je ziet een verhoudingen van exact 3:4. Bij de maat tussen de binnenwanden. Dus van muur tot muur. Hij meet niet van hartmaat naar hartmaat. Er zit echt te tellen van muur tot muur. En van vloer tot plafond. En dan met een dikte van het plafond. En dan gaat hij daar weer echt weer verder tellen naar het volgende plafond.
Als en, opstaat, dan betekent dat wat, hè? Dat betekent dat ik nog even dit verder ga uitleggen. Want dat systeem waar ik, wat ik daar pas vond in dat ding... dat is een metersysteem, dus van plafond tot muur gaat het in een aantal meters. Dan komt er 25 centimeter en dan gaat hij vanaf daar weer, begint hij weer zoveel meter te tellen. Er was ook een interieurschilder van Doesburg die dan ook precies wil weten hoe hoog dat plafond is. En het was niet geïnteresseerd hoe hoog dan die vloer erboven is, denk ik. Eerder met de maten erbinnen. Dus in de hoogte ging die op een aantal keer 1 meter. En in de breedte, in de plattegrond, was het een aantal keer 1 meter 15. Dus zoveel keer, ik dacht eerst die plattegrond, is het nou 7 meter of is het... Maar dat bleek dan 6 meter 90 te zijn, is 6 keer 1 meter 15. De lengte is dan 8 keer 1 meter 15. En dan denk je, ja, dat is iets 9 meter ongeveer. Ik ga u echt onderbreken. Nee, dat is echt... De mop is dat... En hoe komt u aan die 1 meter... Nee, maar dit is echt cruciaal. Hoe kom je dan aan 1 meter 15? Waar haalt hij dat vandaan? Als je een raster hebt van een meter... en je tekent dan een diagonaal zo... dan zit je ongeveer op 1,40. Maar teken je dan een diagonaal onder een hoek van 30 graden... dan snijdt hij hem door op 1 meter 15... En dan heb je de verhouding. Als je zegt, dit is 2, dan is dit wortel 3. Dus als je dan 2 vierkanten tegen elkaar legt, 2 kubussen... dan is die verhouding, de lengte, staat op de lichaamsdiagonaal die je dan omhoog zet. Wortel 3 staat op 2. Dat is 41 graden. En dat is de hoek ook die de trappen maakt in het gebouw. 41 graden is de hellingshoek van de trap... En dan is ook de diagonaal vanaf dit punt binnenin, in de hoek, tot aan daar. In de binnenkant. Ja, maar John, dat is toch helemaal niet waar. Dat is toch helemaal niet waar. Ik heb hier, nee. Ja, om over te discussiëren. Ik heb hier een enquête gemaakt waar je alle ruimtes tegelijk kan zien. Ja. Ook het, dat is juist het mooie, je kunt alles tegelijk zien. Ook het trappenhuis zit erin. Die 1 meter 15 was gewoon 10 keer een baksteenlengte. Het was voor de aannemer van Cor van Eester, kom uit een aannemersfamilie. Het was heel simpel. Maar jij legt er een geest in die natuurlijk wel interessant is. Ja. 10 keer een baksteenlengte. Ik ga er even tussen staan. Nou ja, je kunt er ook zo over spreken, 10 keer een baksteenlengte. Maar dat komt dan toevallig overheen met dat. Toevallig. En dat komt toevallig overheen met de hellingshoek. En dat komt ook toevallig overheen met die hoek. En er is zoveel toeval bij elkaar. Is geen toeval. Dus per definitie is dat statistisch gezien waar. Ja. Ik dacht dat het nog steeds niet toe aan de vraag natuurlijk. Of dat dan vervolgens ook gerealiseerd moet gaan worden. Ja of nee? Ja, de grote mop is, als je het gaat realiseren, hoe ga je het dan doen? Ja. Nou, laat ik daar maar eens wat over zeggen. Doe het uit beton of maak het van staal? Ik kan ook zeggen hoe je het zou moeten bouwen. Maar de eerste vraag is, waarom zouden we het bouwen? Ja. Nou, waarom? Omdat je graag iets moois wil zien. Ja, maar dat zie je hier toch ook? Ja, kijk, de Happy Street als maquette. Dan denk je, goh, wat een mooie maquette. Maar toen het gerealiseerd is en je loopt erheen, dan is het de werk fenomenaal. Dat is echt 100%. Je kunt dan een draaiend huis maken in een maquette. En als het echt is, is het onvoorstelbaar beter als het er echt is. Ja, het Rietveldhuis krijgt per jaar 20.000 bezoekers. En dat zijn bijna allemaal buitenlanders. Ja. Ik had een keer een werk in Singapore van de architect van de IMP, van die piramide in het Louvre. En die zei, ik kom naar Delft toe. Ik heb een fabriek in Delft, ik kom naar Delft toe. Maar ik ga eerst, kom ik van Schiphol, ga ik naar de Concertgebouw. Heel belangrijk. Daarna naar het Rietveldhuis. Ja. En dan kom ik naar jou pas. Ja, omdat het mes rond artiesten nu staat. Maar het Rietveldhuis is dus erg belangrijk voor de architectuur. Dus je zou wel kunnen zeggen, als het gebouwd wordt... voor mij hoeft het niet, want de digitale verbeelding is net zo goed. Je kunt nu bijna met hologrammen, je kan er een film maken... en waarom zou je dan 10 miljoen investeren als je dat ook kunt doen? Maar voor iemand die het wil bouwen en daar een heleboel entourage omheen kan zetten... is het natuurlijk wel een overweging. Dus voor jou is een zak friet digitaal hetzelfde als dat je hem echt eet, hè? Is toch... Nee, nee. Ja. Lijkt mij. Ja.
Nee, ik heb geen zak friet op. Ik heb vanmiddag materieel friet op. Maar, en ik bouw over de hele wereld allerlei dingen. Ik bouw ook innovatieve dingen. Dus hier moet je ook je innovaties in kwijt. Dus je moet gelamineerd glas gebruiken. Die sandwichpanelen die hier in de vloer en in de wanden zitten. Je zou je van 2 lagen carbon fiber moeten maken met schuim ertussen. Dan weegt het maar 50 kilo per vierkante meter. Ja. En beton weegt 500 kilo per vierkante meter. Doen. Je moet ook geen beton. Wie gaat nou? Je maakt toch ook geen hijskraan van beton? Dat doe je toch niet? Nee, maar jij zei net beton, dus ik ga eventjes terug naar beton. Ik nee, zou jij het dus, had het over beton. Ik zou het dus met high-tech materialen doen. Gelamineerd glas. En dan wat je in de auto ziet, is dat de metalen, het skelet en de carrosserie plus het glas is 1 grote constructie, 1 stijve constructie. Ja. En wat je hier moet doen is, hier zitten zoveel ramen in. Ja. Die ramen zijn normaliter de zwakke plekken van de gevel. Die moet je dus zo stijf maken met gelamineerd glas, dat het 1 groot vlak is. Normaliter zou je hier een kruis in zetten. Nee, maar je, maar, toch, ja, je zou toch hier... Doesburg wilde helemaal geen kruis. Daar kreeg je ook ruzie toch, van. Mee, hier hier met, binnenin kun je toch een kruisverband hebben en hier ook. En dan... Is toch oké. En hier staat Van Doesburg kreeg ruzie met Mondriaan vanwege de schuine lijn. Ja, maar deze zou dan onzichtbaar zijn. Het is een onzichtbare schuine lijn. Dat is toch ook niet erg. Maakt er niet uit. Of die... God, ik heb hier ribben zitten en ziet niemand. Er zit er gewoon van die... Maar ik heb wel eens begrepen dat op zich... Misschien ja, is het een beetje lastig om dat te zeggen... maar dat geld op zich geen probleem is. Geld is geen probleem. De erfgenamen zit op een pot met geld. Want die hebben ooit eens een keer een afgeleide hiervan in de vorm van tekeningen van Mondriaan. Nou ja. Laten veilen in New York. En dat heeft 10 miljoenen opgeleverd. Nee, het is een beetje overdreven. Van Eesteren ging dood. Hij was kinderloos. En die gaf aan de stichting een schilderij wat al zijn hele leven boven zijn bed hing. Okay. En dat hebben ze geveild in Lloyds in Londen. En dat bracht 10 miljoen gulden op. Ja, maar hoeveel jaar geleden? Waarom? Het was een jonge Mondriaan. Ja, en hoeveel dus jaar dat geleden? Doen architecten gewoon, die ruilen gewoon dingetjes uit. Hoeveel jaar geleden? Ik denk dat dat eind jaren 80 is geweest. Nou, dus die 10 miljoen die is nou toch minstens 10 miljoen euro daar. Ja, zeker. Ik zit even naar de wethouder van Tilburg te kijken. Als hij nou de grond beschikbaar stelt, dan zou het toch zo gebouwd kunnen worden. Je kunt het bouwen voor 1,5 miljoen. Oh. Ja, maximaal. En die is perfect. Ja. Maar wie wil het bouwen? Degene die dat gewoon... Kan je er wonen? Absoluut. Het is ook bedoeld voor een woning voor 2 personen. Ja. Maar het is maar, wel zo hoog als het plafond hier, hè? Het is 18 meter hoog. 18 meter hoog. Ja, het is maar die hadden heel veel vrienden. Dus die waren super sociaal. Dus, het was bedoeld voor... Je gaat er niet in je slaapkamer. Je hebt 1 slaapkamer. Dan ga je ook niet met z'n 20 in liggen. Theo had geen geld. Dus nee, hij logeerde altijd bij vrienden. Ja, zijn vrienden ook weer terug logeren. Ja. Als hij een huis had, had hij helemaal geen huis. Maar daar was dit ook een soort van... Hij heeft na de tijd zijn huis gebouwd in Moudon. En dat is ongeveer 1/6 deel van dit ding. En dat kon hij al niet betalen gewoon. Dat was al kantje boord. Ja. Maar als je nou... Dit is nu een mythe. Het is helemaal geen mythe. Het is een heel slim, goed ontwerp. Ja. Dat noem ik geen mythe. Maar wel mythisch, omdat het nog niet gebouwd is. Nou waarom? Het is gewoon nog een plan wat nog gebouwd kan worden. Het is niet mythisch. Moet je dat ook willen? Ja, natuurlijk. Kan je het dan in deze vorm bouwen, zodat het leefbaar is ook? Ja, absoluut. Kom je er ooit weer aan als de brand is? Kom eens bij mij op bezoek in Eindhoven. Ja. Dan kun je zien welke eisen gesteld kunnen worden aan een gebouw om in te wonen. Dat kun je zo hoog maken als dat je wil. Ja. Is het nog te verwarmen ook? Ja. Oké. Okay. Maar je kunt op hele verschillende manieren verwarmen. Die wel 20, 30 jaar lang de exploitatie op zich wil nemen. Dat is natuurlijk logisch. De exploitatie is gewoon voor 2 personen die daarin gaan wonen. Die het dan 1 keer per jaar beschikbaar maar openstellen voor tijdens de monumentendag. Dat ze kunnen komen kijken. En je moet het niet een museum van maken van dat ding. Dat lijkt me niet. Het wordt heel gek, want het is helemaal niet voor bedoeld. Er zit zo'n traphuis in, je kunt niet... Nou, de quote 500 is net uit, dus misschien kunnen we daar wel uit putten. Maar de erfgenamen willen het niet.
Waarom willen die dat niet? Wie kan daar iets over zeggen? Maar die hebben er iets over te zeggen dan. Die hebben nog steeds de recht op. Die hebben een auteursrecht tot 70 jaar na de dood van Van Isteren. Maar ik denk dat ze dolblij zijn als het gewoon op een hele goede... En je moet natuurlijk onderzoek doen, want de kleur, daar weet niemand precies hoe dat zit. Er zijn dia's gevonden, waar ze, die hebben ze of kleuren dingen van dit, dat die, al die tinten, dat die ook weer verschillende kleuren geel zijn. En dus nou, de kleur is een achterhoede gevecht. Het gaat eerst over het gebouw. Je hebt gewoon een gebouw, maar die kleur die maakt de hele ruimte. Ja. En of je die ruimte stapelt op elkaar, of dat je die ruimte ook gedeeltelijk laat hangen en overkragen, en dat je dat ook voelt, is een ruimtelijke totaal andere beleving. En met stapelen, je kunt gewoon, de hunnebedden zijn gestapeld. Dit is gewoon een heel bijzonder... Nou, het schijnt zo te zijn dat voordat ze hiermee begonnen, dat ze gestapelde kartonnen doosjes op een tafel zagen staan. Klopt, ja. Dus je ziet hier één kartonnen doos, een tweede. Ja. Dus je ziet ook allemaal aparte kartonnen dozen. Ja. En dan zit er een trappenhuis vlak naast. Ja. Maar al die dozen zijn eigenlijk gewoon simpele ruimtes. Ja, precies. Voor een pianokamer of een slaapkamer, die is 7,5 bij 7,5 meter en 4,5 meter hoog, is het een beetje groot. Nou ja, het is fijn om voor Nederlandse begrippen, voor hoe wij wonen. Wie woont er in een kamer die 4 meter hoog is? 4,5 meter. Wij 3,5 meter. 3,5. 3 meter. Ja, kijk, wie meer? Er komen er wel. Er zijn er wel een paar. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Nelly heeft gezegd tegen Theo... ik vind die ruimte eigenlijk toch niet mooi. Ik vind het te hoog. Theo die was helemaal smoorverliefd op Nelly. Nelly, want Theo maakte met iedereen ruzie. Jij niet, ik ook niet, maar Theo maakte met iedereen ruzie. Nou, je moest het weten. En Nelly had een piano, die speelde prachtig piano. Dus die zorgde ervoor dat die vrienden die Theo naar binnen haalden, dat die een tijdje bleven. Maar Theo was wel het eerste mannetje, dus die flikken er ook allemaal eruit. Dus ik geloof Wils is een jaar lid geweest, Rietveld is ook nooit geweest. En nou ja, uiteindelijk hebben ze ook ruzie gekregen met Piet Mondriaan over de schuine lijn. Dus vandaar dat zou ik ook doen, want ik vond hem... Ja, vandaar dat je hier is er een trap, maar die trap is vermomd achter een schaamschot. Want hij wilde niet de schuine lijn zien aan de zijkant. En aan deze kant van de trap had hij Mika gedaan, doorschijnend glas. Maar jij zegt zodat je die schuine lijn er niet zou zien. Maar je zegt dat het was juist omgekeerd, toch? Want Mondriaan had een hekel aan de zaak Diagonaal op te hangen. Maar later heeft hij zo'n prachtig schilderij gemaakt. Niks anders als alleen maar Diagonalen. Nou ja, er was iets met de schuine lijn. Ja, er was iets met de schuine lijn, inderdaad. Inderdaad. Dus die ene die hield alleen maar van rechthoekjes en die danste ook weer haaks de hoek om. En die andere die zwierde helemaal door de ruimte heen. Ja. En dat was de laatste was Doesburg. En wat ik eigenlijk wilde zeggen, dus Theo heeft dit ding eigenlijk ook gemaakt als liefdesnest voor zijn Nelly. Ja. En dan mag het ook best een beetje protserig, een beetje groot zijn. Ja, natuurlijk. Want Nelly, hij was een stapel verliefd op haar. En toen haar vader stierf, kreeg zij een erfenis. En daar hebben ze dat maison in Meudon mee gebouwd. Dus, ik dacht al, hoe en dat past, dat gaat in zijn geheel in het atelier. Ja, dat klopt. Dat is zo ongeveer 1/6 van het hele ding. Dat is ongelooflijk. Dat is gewoon heel, heel klein. En toen hadden ze het nog moeilijk. Maar ik vind in het begin moet je het ruim zien. Je ziet het ruim, je begint te fantaseren, je maakt een groot plan. En dat ziet er dan zo uit. En ze zagen zelf al dat ze niet konden bouwen. Ze dachten, dat is verrekt, dat is veel te duur. Moet het vrijstaand staan? Als het gebouwd wordt? Lijkt me wel. Absoluut, ja. Het heeft je kunt het ook helemaal inbouwen en dan denken dat die buren maar een keer moeten vertrekken. Dus je kunt wel ook in de toekomst bouwen dat je ergens een rijtjeshuis van maakt. Een vrijstaand rijtjeshuis misschien. Nee, maar dit model, want Doesburg die zei, ik ga over Piet Mondriaan en ik maak een ruimtelijk schilderij. Dit is een ruimtelijk schilderij, maar dat krijg je nooit door elke welstand heen. Dit is het welstandmodel. Een welstandsmodel. Het heet Maison d'Artiste. We hebben in Parijs in Meudon het Van Doesburghuis. Ja, wat nu gebruikt wordt door de Monigan Stichting als Maison d'Artiste, waar kunstenaars tijdelijk experimenten kunnen doen. Het zijn allemaal doosjes. Dat betekent ook dat het eigenlijk allemaal aparte units kunnen zijn, waarin 3,
vier. Ja, maar waarom zou je dat doen? Omdat er voor meer mensen dan twee ruimte is om daar tijdelijk in te verblijven. Waarom zou het voor twee mensen moeten zijn? Ja, maar je zit met je toiletten en je dingen en dan moet je alles... Nee, Tine, je hebt wel gelijk. Je zou daar vier tiny apartments in kunnen maken. En ja, maar dat moet je niet willen. Dat moet je echt niet willen. Oh, nee. Ze is het helemaal niet bedoeld. Het is ja, gewoon... nee, dat weet je toch niet? Het kon niet wel gebouwd worden. Dus het kon wel gebouwd worden. Maar ze hadden gewoon geen geld. Is dat het enige? Woon? Dat is het enige, ja, want die stichting die was er nog niet. Je kon het gewoon bouwen. Maar, Van Eester heeft een keer gezegd, de toekomst is aan de ingenieurs. Dus hij, ja, wist natuurlijk. Het ook, hij was ingenieur, hij was architect, ja, maar hij wist het ook maar misschien niet. Misschien wist hij niet zoveel van staal. Bij het bouwen viel dat ding uit zijn handen uit elkaar. Dus vandaar dat ze allemaal koperen strippen hebben laten maken, zodat het in ieder geval nog een beetje heel bleef. Maar al die vierkante... Nou, behoorlijk zit te romantiseren, is dat echt waar? Waarom zou je het niet mogen aanpassen aan datgene wat je wilt? Ja, dat mag ook wel. Maar ik zou eerst maken zoals hij eigenlijk bedoeld is. Ja. En daarna die tijd nog 300 andere. Met allerlei fantasieën en tiny houses en weet ik wat. Appartementen en dierentuin misschien. Misschien een dierentuin erin of zo. Kan ook. Die hebben we al gehad in Tilburg. Ik hou hem vast, hè. Een Tilburg lijkt me een perfecte plek om het te bouwen. Dit is de wethouder van Tilburg. Ga je weer staan. Puntje van de bank zitten. Waarom zit ik nu op het puntje van de bank? Het hangt in de lucht. Waarom wil de familie het niet? Blijf maar hangen. Ik heb nog geen antwoord gehoord. Ik ben wel ontzettend benieuwd. Ik denk dat de familie liever het geld uitgeeft aan kleine dingen. Vooral in de stedenbouwkundige kant. Want het bestuur bestaat alleen maar uit stedenbouwers. Die denken van, nou, dit is het laatste wat Eekhout gaat doen over het Maison d'Artiste. En we willen er niks meer van horen. En nu begint het feest pas. Ik kan moeilijk klauteren, maar doe een poging. Het kan een probleem zijn van auteursrechten. Dat het auteursrecht bij de familie zit. En die moeten dan altijd toestemming geven om het te realiseren. Dan moet je dus een overtuigd architect hebben die de familie kan overtuigen. En dan zou het wel eens kunnen lukken. Zo. Ja, maar ik zou er zeggen, nou, ik denk, niet ik. Ik denk Wessel de Jong. Die de renovatie heeft gedaan van de zonnestraal. Want dat ziet er zo ongelooflijk goed uit. Het was een ruïne. Ja. En hij heeft het gewoon perfect gedaan. Victor Veldhuizen van Zanten zit hier. Die Victor heeft Veldhuizen een aantal van jaren geprobeerd. Ja, dus misschien kan hij uitleggen wat zijn relatie ja, met de EFL is. Ja, maar precies die kleuren en zo en die verandering. Van, ik hoorde dus laatst dat er dus verschillende... Ja, ik hoor allerlei dingen zo. Maar dat er verschillende typen... Dat hier een andere kleur geel zou zitten als daarbinnen, als daar, als dit. Dat allerlei... Laten we daar nou even aan voorbij gaan. Dat is een absolute gevecht. Dat vind ik super bijzonder. Dat maakt de hele ruimte ongelooflijk speciaal. Ik weet zelf niets van kleur af. Heel weinig. Bijna niks eigenlijk. Maar het lijkt me super interessant om daar heel erg... Daarop Victor, loop maar even. Kom maar even naar beneden, Victor. Wilt u even aankomen lopen, of niet? Zou u even hier naartoe kunnen lopen? Want het is voor mij lastig. En ik moet ook niet voor de microfoon komen. Ik heb trouwens mijn toestemming gekregen om het in om het Maison d'Artiste in de Happy Street te bouwen. Daar heb ik toestemming gekregen van een van de erven... Nog van een verre familie van Eesteren. En dat is Victor van Zanten. Victor Veldhuizen van Zanten. Hij heeft mij gered. Hij zei, het is oké. Waarom wil die familie... Nee, ik hou hem zelf vast. Ik ken u een heel klein beetje. En ik hou ook graag de regie. Waarom mag het niet gebouwd worden? Hoe zouden wij de familie om kunnen krijgen? Die is om. En die heeft aan mij... de toestemming gegeven, dus van de Eester Stichting. En Wies van Morsel was erfgenaam van Doesburg. En ik heb officieel de toestemming gekregen. En er moest, om van de Eester Stichting de toestemming te krijgen, hebben we een internationaal comité van zeer vooraanstaande architecten. We zijn een hele dag in het NAI, dus alweer 15 jaar geleden, 2006 was bij elkaar geweest. En die hebben mijn vraag, mogen we het bouwen, hebben zij namens
de EFL. Dus met een hartelijk ja beantwoord. Maar mag het misschien ook niet... gewoon even vragen. Is het niet een beetje raar dat u dan eigenlijk dat recht als enige heeft gekregen? Waarom mogen zij het samen niet bouwen? Zou dat ook mogen? Ze stellen hele hoge eisen. Ja, ik... Dat zou ik ook zeggen als ik het recht had. Dat moet ook. Dat is voorwaar. Ik weet niet, ik ben al 40 jaar mee bezig. Ja, maar dat zegt niks. Is dat het criterium waar we het nu... Ik heb een aantal andere dingen gedaan. Want ik heb bij de ontwikkeling van de structuur, van de vormen, van de kleuren, heb ik allemaal de grootste, de bekendste deskundigen van Nederland en daarbuiten erbij betrokken. Dus dat maakte indruk op die commissie. Mick was erbij trouwens. Zij vonden het verantwoord om mij als voorzitter van de Stichting Realisatie Maison d'Artiste de toestemming te geven. Maar dan kunt u toch ook niemand anders. Dus ik heb het alleen recht. En ook van Wies van Moorsel, de erfgename van Duisburg. Die heeft toestemming gegeven, maar voorwaarden dat het architectenteam bestaat uit Wessel de Jonge. Zoals we net noemen, Hubert Jonghenket en Victor Vrouwenhuis Zonten. Dat ben ik. Wij zijn met z'n drieën. Zijn wij het echt verder helemaal niemand. Maar dat was 2006. En inmiddels heeft de EFL-stichting gezegd, we houden de mythe. Dus wat is er in die tijd dan gebeurd? Ja, anders hebben ze niks meer te doen. Ik denk, als het één keer staat, hè, dan... Hoe lang denk je dat het kost? Dat is ook de reden waarom steden continu de infrastructuur omgooien, omdat ze anders weer niks meer te doen hebben. Als het goed loopt, dan is het ergste wat er bestaat. Als jullie straks elkaar in de armen, dan loop jij boos weg. Nee, want Nick en John, die ken ik ook al, maar ik ken Nick ook 50 jaar. Zou ze mee mogen doen? Ik ga zeer zeker gebruik maken van de kennis en ervaring van Mick. Dat weet hij ook. Oh, je hebt het me wel eens gevraagd, ja. En soms hebben we wat spanning onderling. Ik ga niet opnoemen wat er allemaal mankeert aan de research die gedaan is door Mick's studenten. Het is prima, maar ze houden het onder toezicht van iemand, Maria Pompman, bekende Nederlandse kunstenares op het gebied van kleuren. En zij was de voorzitter van het kleurencomité. En zij heeft gezegd, het resultaat van de kleuren klopt niet. Er was te weinig computercapaciteit. Iedere ander, behalve Mick, met alle respect voor Mick, ieder ander deskundige zei die kleuren kloppen helemaal niet. En die wel gezegd heeft dat de kleuren kloppen, dat is mijn oom, mijn peetoom. Nee, mijn oom, je hebt nog een ander woord voor. Maar Cor van Heeseren. Ja. Want toen wij de maquette gemaakt hebben, van dus een bouwpaard, die heb ik aan Van Heeseren laten zien. We hebben daarvoor drie gesprekken gehad. Eerst om informatie te verkrijgen wat het allemaal was. Toen de maquette gemaakt, bij hem het model laten zien. Toen was hij, en zei ik, keur dit goed. Ik kan niet alles meer herinneren, maar zoals jullie, Tjada Mees en ik, het hebben geanalyseerd, dat keur ik goed. Maar dat was jouw voorstel, want in 1968 heeft hij op een tekening gemaakt die nog in bezit is van het nieuwe instituut, waarin hij zeg maar een isometrie geeft met de kleuren erin. En als we die kleuren erin zetten, zijn het die kleuren. Ja. Maar fijn, dat is... Nou, wacht even. Nog heel even, want ik wil zo meteen toch weer even naar de beide strijders toe. We zijn geen strijders. We zijn gewoon jullie echt helemaal getransformeerd. We zijn gewoon fans en freaks geworden. Dat willen we gewoon. Ik ben strijders noemt, met alle respect. Ik ben geen strijder. Ik vind dat het Maison d'Artiste is van
zeer grote waarde en betekenis geweest voor de omslag van traditionele klassieke architectuur naar moderne architectuur. Ja, zeker. Absoluut. Het gebouw te noemen in de hele architectuurgeschiedenis, en dat is het Maison d'Artiste. Ja. Ik ben daar 40 jaar geleden ben ik daar achter gekomen. Ik heb toen die bouwplaten van uitgegeven om met iemand maar mensen te laten weten. Ik ben er nou vanaf 1997 ben ik bezig met mijn stichting realisatie, mijn Maison d'Artiste. En ik heb inmiddels misschien in 10 steden, Tilburg ook, 2 jaar geleden heb ik hier allerlei gesprekken gehad met wethouder en noem maar op. En het begon het fantastisch. Ingrid kan het allemaal bevestigen. Nou ja, dan gebeurt er weer wat. En dan, nou ja, dan gaan we weer ergens anders naar. Nou, ik ben het met Victor eens. Hij heeft ontzettend zijn best gedaan om dat Maison d'Artiste in de publieke opinie te houden. Hij heeft 2000 van die maquettes verkocht, bouwplaten. En daar gaat het verhaal tussen ons van, je gaf een architect op zijn verjaardag die bouwplaat. Een jaar later ging je kijken of die al gebouwd was. Want het was wel tering ingewikkeld om te bouwen. Maar er zijn er heel veel gebouwd. Oké. Okay. Dank voor zover. Ja, dank. Maar dit werpt toch wel een ander licht op de zaak. Voor mij gewoon even als leek die hier staat. De wethouder zit ook te knikken van, je moet even naar voren komen, want anders komt de microfoon te dichtbij. Ja, wat zeg je hier nou van als Tilburgse wethouder? Tilburg werd zelfs genoemd. Nou, ik ben wel onder de indruk ben van de expertise en betrokkenheid, kennis en de kracht van het idee, want daar ging het over. Ja. Dus dat kan ik alleen maar van zeggen, want ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel wat ik vanavond hoor voor het eerst hoor. Ik heb zelf architectuur gestudeerd, dus ik heb een enorm gapend gat in mijn kennis ontdekt vanavond. En dat verbaast me eigenlijk wel. Dus ik ben enorm geïnspireerd. Ik ben er nou over aan nadenken als je het niet erg vindt, Jan. Wordt vervolgd. Oké, dank. Nou, komt het er toch nog? En jullie mogen daar ook een rol bij spelen. Dat vond ik toch ook wel opmerkelijk. Nou, ik zou nog wel een tijdje willen proberen die mythe te vergroten door er een film in te maken. Wat gebeurt er als je die trapjes oploopt? Of de ene kamer in de andere kamer. Gebeurt er als je jouw kleuren of mijn kleuren of andere kleuren aan de binnenkant ziet of aan de buitenkant? Het is natuurlijk fantastisch. Ik weet het helemaal niet. Dus daar kan je ook een prachtige film. Over die trapjes. Je hebt het over die trappen. Er werd altijd gezegd, de trappen, daar was hij niet uitgekomen. Dat wisten ze niet. Dat trappenhuis kon je gewoon niet bouwen. Want je had 1 platte grond, had hij getekend. En hier een platte grond. En hier een trapje wat erop uitkomt en een trapje wat er vandaan gaat. En hier ook een trapje wat erop uitkomt en een trapje wat er vandaan gaat. Maar die hoogte was zo hoog, dan zei ze, ja, kon niet. Maar de mop is, er zit nog een zigzag tussen. Want ik heb het zo zitten tekenen, onder die hoek van 41 graden. En ik kon er precies zo één zo'n zigzag zo tussenin zetten. En die was ook niet te tekenen. Want als je een platte grond tekent, kun je niet datgene tekenen wat onder die ene trap zit. En je kunt ook niet tekenen wat boven die andere zit. Maar wat zit doe jij als je als architect een ontwerp maakt? Dan maak je eerst de platte gronden. Ja. Dan ga je de doorsneden maken. Nou, dan maak je maquette. En dan denk je, oh, de maquette is wat anders geworden dan de platte grond. Nee, ik begin altijd met de maquette. Nou, ik niet. Een schetsje en meteen maquette. Nee, maar goed, er zijn inderdaad 4 goede platte gronden. Heel netjes getekend door Cor van Eester. Die staan in het museum in Rotterdam. Ja, precies. Ja, dat klopt. En maar de werkelijkheid is iets anders. Een beetje anders uitgevoerd. Nee, er ontbreekt 1 tekening. Dat is de doorsneden tekening. Die zit er niet in. En als je dan die doorsneden tekening met zijn trapjes tekent, kom je 1 stukje tekort. Dan teken je gewoon het zigzagje ertussen. Er zit hier ook 1 stiekem trap. Nee, hier zit hij echt helemaal fout. Hier zit hij fout, daar zit hij fout. Hier zit hij goed. Dit is precies zoals hij getekend heeft. Dat herkennen wij direct allemaal. Het is precies dat. En dit gedeelte, deze zigzag, zit er nergens in getekend. Ja. En het is precies zoals hij Van Eester heeft ook in zijn isometrie schuine lijnen getekend, maar verder niet.
Ja, dat zou ik ook niet doen. Want nee. Dat is geen doen. Om dat daar in te friemelen, dat is geen doen. Dat doe je ongeveer even zo. Ja. En ook Van Doesburg heeft ook zo'n zigzag getekend op millimeter papier. En daar zit dan het trappenhuis en daar is dit. Ja, trouwens, hij was, hij was de schilder. Ja, en maar hij heeft wel eerst die eerste lijnen zitten precies op de goede plek. Ja. En daar kun je ook dit weer van afhalen. En daarna dat gaat hij met zijn vette kwast eroverheen. Van hoe gaan we dat ongeveer doen? En dat is, zo moet je ook werken. De Happy Street. Hey, maar jij moet even terug naar je plek. Want ik was voor de mythe, jij was voor het bouwen. Ik ben anders niet gaat alles door elkaar heen nu. Ik snap helemaal niks van mythe. Ik doe niet aan mythe. Het is gewoon een puur realistisch. Ja, maar jij bent zelf ook een mythe, dat is ook duidelijk. Nou, als je zo gaat beginnen. Ja, allemaal terug in mijn hoek. Maar, ja, wat vind je daar nou mee? Hè? Mijn mythe noemen terwijl ik gewoon... Realist ben. Hè? Je bent realist. Dus. Ik snap het hele woord niet. Een mythe is iets, een soort fantasie. Die... Ja, maar een mythe... In de Griekse mythologie, ja, dat is toch een leer? Maar dat zijn gewoon smoesjes, dat zijn gewoon sprookjes, dat zijn verhalen. Nee, maar oorspronkelijk was er een kartonnen maquette, die is verdwenen. Ja. En er waren foto's, dat was het gezegde van de mythe. De foto's van die maquette. De oude gedichten, zeg maar, die over van de ene over de andere persoon. En nu praten we over, we hebben het even vormgegeven, maar voor mij is het nog steeds niet op werkelijke schaal gebouwd. Dus het is nog steeds een mythe. Zelfs jouw ding is een mythe. Nee, met alle waardering voor je laswerk, je soldeerwerk. Het is gewoon een perfect uitgevoerde maquette die schaal 1 op 100. Je kunt er alle maten uithalen. Daar heb ik heel lang op zitten friemelen. Want het is precies. Ja. Het is gewoon helemaal goed. Ik heb dat systeem gebruikt van het. Het is wel duidelijk, we hebben allebei met heel veel plezier aan die modellen gewerkt. Jij hebt jouw plezier gehad, ik ook. Als je een driedimensionale tekening maakt. De laatste plaatje. Je geeft hem aan de 3D-modelmaker. Binnen een week heb je dat hele model gebouwd. Dus als architect nog nooit voorgekomen. Van tekening naar een model in een week. Er is nu een tentoonstelling in de Bond over modellen, kleine modellen. En die zijn voor een groot gedeelte zijn die ook vergroot. Die vergrote stukken leveren niet meer informatie op als de kleine modellen. Dus dan denk ik, ik ben hier ook blij mee. Ja. Jullie ook? Ja, kijk, en hier staat hij in aanbouw in de Happy Street. Het is een overstek van 9 meter. Gewoon naar buiten, dat kun je gewoon maken. Dat is geen enkel probleem. Ja, dat is wel een probleem. Een gelaste staalconstructie, dat snap ik. Het is te doen. Ja. Dat konden ze toen ook. Komt het door... En hier staat hij, kijk, middenin. Maar ik denk dat de EFL-stichting die zegt... als we het zouden moeten doen, moet het alleen super origineel zijn. En je hebt er nu 1 op 2 gemaakt. Ongeveer. En de deuren zijn veel groter, die zijn 1 op 1. Dat is, ja, dan elke interpretatie is dan 1. Interpretatie, maar dat is niet meer origineel. Dit is gewoon een decorstuk aan de Happy Street. Klopt, ja. Ja. En zo is die ook bedacht. Dus het is heel, het is niet. Ja, het is. Maar zouden we dan kunnen zeggen dat die straks in de Efteling komt? Of gaan we serieus zijn? Want dit is de stad van Anthony Kok. Die wil ook nog een lijntje. Wil je ook nog een lijntje hebben naar de stijl, toch? Niet van Anthony Piek. Nee, dat is echt. Dat was trouwens geweldig. Hè? Dat is Anthony Kok dat hij dat woord de stijl bedacht heeft. En dat hij ook Van Doesburg in de Dada heeft geïntroduceerd. En dat al die mafkezen nog steeds in Tilburg wonen. Ja, dat is echt uniek. Nou, er woont eentje in Eindhoven volgens mij. Maar Tilburg is wel een stad waar dus dingen kunnen die elders niet kunnen. En, Tilburg staat open voor. Even Veldhoven gehoord. Veldhoven van Zanten. Veldhuizen van Zanten. Ja. Ik heb jullie gehoord. Hij heeft jullie genoemd zelfs als dat je er best een rol bij zou kunnen spelen. Jullie hebben natuurlijk ook hier je roots. Ik kijk maar naar boven naar de zaal. Ik kijk maar naar de hef of naar het draaiend huis. Wat is er nou mooier om het inderdaad op die manier voor alles bij Tilburg bij elkaar te brengen. En gewoon al, ja, door verschillen van mening en door erover te praten, te discussiëren, kom je bij oplossingen. En krijgt de cultuur ook zwaartekracht. Dan krijg je cultuurinnovatie. Ja. En als je daar niet uitkomt, dan doe je er gewoon 2, of dan doe je er dan 3, of 4, of 5. Ja.
Ja. Dus ik zie als je niet kan kiezen, doe je alle twee. Want Victor had ook een geweldig plan met zo'n artiest in een hal, in een gigantische hal. Er stond maar zo'n artiest één op één gebouwd. En het meest bijzondere vond ik dat toen de kiezen van de locatie in een hal, is dat het een model blijft. Ja. En geen last heeft van de regen en niks. En waar zit je regenpijp en hoe doe je dat? Ja, maar wil je geen last hebben? Wil je, als je dit bouwt, geen last hebben van de regen? Nee, natuurlijk niet. Nou, ja, maar... Maar dat kun je toch oplossen? Als je hem echt bouwt, dan zitten daar verborgen hemelwaterafvoeren in. En isolatie en alles. Tuurlijk, dat moet erin. Ja, kan ook. Moet erin. Dat kan ook. Dat kan zeker. Ja, geen enkel probleem. Het komt steeds dichterbij eigenlijk. Ja. Ook niet? Het is er al. Ja. Ja, u mag knikken als u het niet met me eens bent door het nee te schudden. Maar u heeft er al heel veel aan gedaan. U zegt zelf al 40 jaar. Als ik u opzoek op internet, krijgt u met het bijzonder artiest als u dat presenteert. Het past gewoon. Het past gewoon in. Klappende zalen, hè? Ja. Wat dat betreft, ja. Heel mooi maquettetje. Hier, ik proef toch iets van toekomst. Ja? Wij zijn als architecten zijn wij eigenlijk niet zozeer met het verleden bezig. Ja. Dat hebben we op dat onze schouders. Maar we kijken voornamelijk naar de toekomst. Zeker. Ja, en het zeker. Is heel gek dat bijna alle boeken die geschreven worden over Maison d'Artiste of wat dan ook, dat wordt geschreven door kunsthistorici. En ik vraag me af en toe af of die wel een tekening kunnen lezen. Het is alleen Manfred Bock die het perfect weet te doen en op zijn waarde weet te schatten. En de rest, die heeft dan ergens gehoord dat het niet kan of dat het onmogelijk is. En dat schrijven ze dan gewoon weer van elkaar over. En dan krijg je zo'n stapel boeken met dezelfde... Er is één boek schets. Geschreven door een architect. Dat weet je ook. Dat ben jij. Ja, die heb je gekocht. En ik redeneer anders dan een architectuurcriticus en een architectuurhistoricus. Ja, dat is dan de eerste. En Victor, die ook helemaal dat heeft uitgeplozen. Dat is eigenlijk... En voor de rest zijn het allemaal kunsthistorici. Dat is eigenlijk heel gek. Ook die vaak boeken over architecten, die staat helemaal vol met tekst en weinig plaatjes en doorsneden, zodat je precies snapt hoe de gebouw in elkaar zit. Ik begrijp dat niet. Nee. Eindeloze tekst. Ja, ik vind het leuk om te schrijven. Dus ik zag met schrijven die zit ik ook te ontwerpen. Stel nou eens voor dat en dan ga je door komt er een nieuwe toekomst uit. Je hebt net de complimenten gekregen voor dat boek. Dus ga ze nou weer niet zitten verprutsen. Hè, door te zeggen van ja, maar ik schrijf graag. Nee, wat je schrijft slaat ergens op. Dat kan toch allebei? Je kan toch goed schrijven? Ja, dat goed, maar... Ik wil met jou geen ruzie, hoor. Daar gaat het niet om. Oh, dan kunnen we het best schrijven. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik denk echt dat we na vanavond op een andere manier denken over het Maison d'Artiste. Ook door... de inbreng van Victor erbij en ook jullie inbreng. En Wessel de Jonge, die lijkt mij echt onmisbaar in dit. Dat is een geweldige is gast. Is hij niet aanwezig, hè? Nee, hij is niet aanwezig, maar Victor heeft goede contacten met hem. Nou, oké, dan zijn er al vier. Kunnen er nog een paar bij? Nee, zo min mogelijk. Anders ga je krijgen overleg en een eindeloos gezeur, dan kom je er niet uit. Je moet er gewoon een keuze maken, want dit is de meest perfecte en de... redelijk goedkoop om te bouwen. En kunnen jullie hier met z'n drie ook verklaren dat je er nooit een zodanige ruzie over krijgt dat het uit elkaar spat? Ik heb nog nooit ruzie gehad. Oké. Ik heb wel geweigerd met Victor samen te werken, dus ik kan dat niet bevestigen. Maar je kan daar toch ook overheen stappen? En misschien Victor ook wel? Misschien. Ja, Victor zeker. Oh, Victor, nou kijk. Hey, maar dan ga je de huid van de beer al verkopen voordat de beer geschoten is. Dat lijkt me een beetje erg prematuur. Wie is dan de beer? Het huis. Oh. Het bouwen van het huis. Oké. Ik kijk even naar de tijd. Zijn er nog dingen die ik... Dat deden zij ook, hè? Dus de factor tijd was het meest belangrijke in dit. En dat was op de vierde dimensie werd toen op deze manier vormgegeven. Dat was toen net ontdekt. En daar waren ze toen mee bezig. Die waren helemaal bezeten van dat nieuwe inzicht over snelheid en relativiteitstheorie van Einstein. Maar dit was ook een tentoonstelling in Parijs. Parijs heeft allemaal woningen van 7, 8 verdiepingen hoog. En als je dan een bungalowtje laat zien, dan val je niet op. Dus het moest op een Parijse manier omhoog.
Nou. Ah, maar je kunt ook een heel klein, heel mooi huisje hebben. He, dat het gewoon perfect uitziet. Dat kan ook. Ja, maar dat hoeft niet. Dit was de overtuigingskracht van de stijl in het nieuwe architectuur van Parijs van 1923. Daar moest wat getoond worden. Goed, we zijn er nu historie aan het toevoegen. Die meer interpretatie is dan dat het met het feitelijk realiseren te maken heeft. Ik constateer dat het uitgangspunt wat we met z'n allen, waar we mee begonnen, namelijk de mythe en de daad, dat die elkaar toch... Ja. Een paar keer gekruist hebben. Hoe heb je ze zo ver gekregen om dit te zeggen iedere keer? Dat die toch dichter bij elkaar blijken te liggen dan dat we ooit misschien wel hebben gedacht. We zijn gewoon architecten. Dus die... Jullie zijn gewoon architecten. Ja. En dat, dat ik denk, kijk eens gezien de tijd die we er nu aan besteed hebben. Moet er nog famous last words? Ik wens dat jullie je ontzettend geamuseerd hebben vanavond. En ik hoop dat er ergens een toekomst is waar jullie kunnen genieten op een grotere schaal van het Maison d'Artiste. Maar wat mij betreft mag het ook in een film. Famous last words. Ik, geweldig. Dankjewel. Goed. Dank voor dit gesprek. Dank u wel.